Wat een mooi begin. Fantastisch. Nelly, de allereerste boot komt eraan. Dat is die van de organisatie van de stichting Amsterdam Gay Pride. Ja. Het thema dit jaar is Heroes. Hoe wordt dat daarop verbeeld? Weet jij dat? Ik zie in ieder geval een aantal superhelden. De ambassadeurs staan op die boten. Ze zijn de ambassadeurs van Pride Amsterdam van dit jaar. Ja, en ik weet dat onder andere Jip van Leeuwen daarop staat. Mieke Mattelhof, altijd eigenaresse geweest van een van de belangrijkste vrouwenbars in Amsterdam. Zo niet de belangrijkste. En wie is Jip van Leeuwen? Want... Jip van Leeuwen is de ambassadeur op sportgebied. Hij heeft recentelijk de Frans Banning Kokprijs gewonnen. Een hele grote gemeentelijke prijs. Hij reed eigenlijk alle sportevenementen aan het afgaan tijdens deze Pride Week. Want het is natuurlijk niet alleen de botenparade die deze week is. En hij maakt zich heel erg hard voor eigenlijk sportbonden die LHBTI inclusief worden. Omdat je ziet dat meerdere bonden daar eigenlijk nog niet zo heel veel mee hebben. En eigenlijk een beetje hun deur dicht doen en zeggen, ja, maar we moeten daar eerst beleid op maken. En waarom is dat belangrijk dan? Nou, dat gaat natuurlijk... Kijk, sporten is iets wat je in je vrije tijd doet. En dat wil je in een veilige setting doen, in een veilige omgeving doen. Hey, Oltje. Hi, wat leuk. We worden even onderbroken. Ja, ik zie het. Door Oltje. Nee, kijk uit hoor. Dat is glas. Daar kun je niet opstaan. Dat is glas. Daar kun je niet opstaan. Wij moeten helaas door. Oh ja. Strakjes? Ja. Veel plezier. Hoi. Nou ja, goed. Dat was even een interessant intermezzo. Maar zo gaat dat dan. Ja. Maar die sportbonden, dat is ongelooflijk belangrijk. Er zijn ook een aantal sportboten die meevaren. Deze keer is het van de roeien, zwemmen, volleyballen. Maar die bonden is er nogal het werk te verzetten. En dat is onder andere waar Jip van Leeuwen zich als ambassadeur binnen Pride Amsterdam zich heel erg hard voor maakt. We zien ook Jennifer Hopeless. Ja. Dat is een bekende transvestiet in Amsterdam. Ja. Zeker, een hele bekende verschijning. Grappig is dat ze natuurlijk altijd aan waar gaat staan, wat ons niet te missen is. De jongere commissie van de Pride. Een transvrouw, een jonge transvrouw. En Jip van Leeuwen is ook de oprichter geweest, even het mede-organisator van de Gay Games 20 jaar geleden. Dus deze man heeft veel betekend voor ons allemaal.